We beginnen meteen met een heel speciale situatie. Dat is Aalter. Burgemeester Pieter de Krem is dat, maar die heeft iemand meegebracht. Dat is de plaatsvervanger, Patrick Hoste. Heren, hartelijk welkom. Goedemorgen. Jullie hebben ook iets meegebracht uit Aalter? Ik heb iets meegebracht. Ja, vertel u maar. Wat is dat? En het zit naast mij. Aha. Maar hadden we niet afgesproken. Toen het erover gaat, over 15 jaar, mensen vroegen, van me zijn van Aalter, waar ligt dat? Dat is tussen Gent en Brugge. Nu, de laatste 15 jaar, hoef maar alleen te zeggen Aalter, de Krem. Dan zeggen, ah ja, maar dat weten we liggen, dat is in orde. Nu weten we waar Aalter is. Dus dat is de beste ambassadeur die we hebben. Dat is een mooi compliment. Ja, zo vroeg in de morgen. Ja. Prachtige complimenten. Nu, jullie doen het met twee. In de feite doet u het, maar op papier bent u het. Klopt dat? Het is een grote theoretische oefening. Hè. Dus ik denk dat er is heel veel van de last en de positieve last van het burgemeesterschap dat op de schouders van Patrick ligt. Ik ben nog een klein beetje actief, spreek niet graag over mezelf als voorzitter van de gemeenteraad, maar het is een heel goede verhouding, ook met de andere collega's in het Schepencollege. En ik denk dat dat een goede zaak is. Het is niet iets wat je voor het leven doet, maar soms zijn er omstandigheden die dat noodzaken. En de wetgever en decreetgever heeft dat goed voorzien. Dus er kan eigenlijk maar één burgemeester zijn. En dat zou ook zo zijn bij de volgende ambtstermijn, mochten jullie... Dat weet je natuurlijk nooit. In de politiek en zeker ook in de nationale politiek, je weet s'avonds nooit waar je 's morgens vertrokken bent. Dus dat is altijd, heeft een grote aard van wisselvalligheid. Meneer Hoste, ik heb ergens gelezen dat u meneer de Krem niet wil vergelijken met een schoonmoeder, want hij is constructiever dan een schoonmoeder, maar toch, u heeft dat woord in de mond genomen. Dat was nog iets grover zelf. Ik heb het gezegd heel in het begin. Ik zou liever hebben dat minister de Krem de kijvende schoonmoeder wordt. Maar dat is het in heel geval. Kijven is er zeker niet bij, overleg is er wel bij. We werken samen, overleggen heel veel samen. Dus die verhouding kijvende schoonmoeder, dat is er zeker niet gekomen. Dat is het niet. Tegendeel. Ik ga meteen de volgende vraag aan u stellen. Een vraag die veel mensen bezighoudt, de fusie met Knesselaren. Wat zal dat betekenen voor de inwoner? Gaat dat zo geruisloos verlopen als men zegt? En wie wordt daar dan burgemeester? Ik ga het aan u vragen om te beginnen. We hebben wel ondervonden dat die fusie met Aalter, met Knesselaren, dat wordt door de mensen goed gedragen, zowel in Aalter, maar ook in Knesselaren en in Ursel. Dat wordt zeer goed ontvangen. Er is eigenlijk een zekere band tussen mensen van Aalter en van Knesselaren. Ook van vroeger al, van eigenlijk een stukje historisch. Dus dat is goed gedragen. Ja, wat oktober, de nieuwe verkiezing voor de nieuwe gemeente, dat zal veel duidelijk maken wat en hoe. Maar er is in elk geval een heel groot draagvlak bij de burgers van beide gemeenten vandaag. Voor die fusie. Een vraag voor u, meneer de Krem. U heeft blijkbaar ooit op een nieuwjaarsreceptie beloofd gratis zwemmen voor alle Aaltenaren. Maar dat is er nooit van gekomen. Staat dat nog op de planning? Weet u dat nog? Gratis zwemmen voor alle Aaltenaren. Dat was denk ik gratis toegang tot de sportfaciliteiten. Ondertussen is het zwembad vernieuwd. Ik denk dat dat dateerde van de oude sportinfrastructuur, moet al een hele lange tijd geleden zijn. In elk geval is het zo dat iedere Aaltenaar en ook toekomstige Aaltenaar gratis gebruik kan maken van sportfaciliteiten. Voor het zwemmen wordt een kleine retributie gevraagd. Voor wat hoort wat. Ik denk dat de sportinfrastructuren goed zijn. Ik moet wel zeggen, ik heb een goed geheugen en dat moet wel eventjes mijn geheugentrommel gaan openen om te weten waar en wanneer het tot stand zijn gekomen. Het is een vraag uit onze mailbox van een van de luisteraars en het moet op een nieuwjaarsreceptie gezegd zijn. Maar ik zal overgaan naar de volgende vraag. Aalter heeft als een van de laatste een gratis milieupark. Blijft dat ook zo als de inwoners van Knesselaren daar ook welkom gaan zijn? Ja. Dat is ook een van de zaken die we aanbieden in het fusiepakket. We houden de belangrijke lastenverlagingen die er zijn, ook voor Knesselaren, het afschaffen van bedrijfs- en gezinsbelastingen, een beduidende daling op het personentarief. En dan is er die gratis toegang tot het containerpark. Het is een recyclagepark eigenlijk. Hè. Het is een hyperperformant gebeuren en Patrick heeft ook in het dagelijkse beheer van de gemeente daar een bijzonder grote aandacht voor. Een vraag voor u, meneer Hoste. Wat met het politiegebouw? Aangekocht door de gemeente, maar de verbouwing staat omhoold. Wat gaan jullie doen met dat dure gebouw?
Ja, het gebouw dat we nu gekocht hebben, daar zit de politie vandaag. Die blijft er uiteraard ook zitten. Maar ook gezien de fusie met de politie van de Loiseau, de nevel gaat eruit, krijgen we een nieuwe politiezone, een grotere zone. Dus we gaan eerst de behoeften of de organisatie van de nieuwe politiezone moeten uittekenen. En dan behoeftes naar huisvesting, de locatie, wat er precies nodig is. En op basis daarvan kunnen we starten met de renovatie van het gebouw. Dus maar die komt er wel? Die komt er absoluut. Oké. Een vraag van Kim. De aanleg van een fietspad tussen Aalter en Bellum. Het is al 15 jaar beloofd en dit jaar zou het er moeten van komen. Gaat het er komen, ja of nee? Absoluut, de werken zijn volop bezig. Het is een belangrijk tracé. We spelen daar niet alleen, we spelen ook met bovengemeentelijke overheden, met de provincie. Het zal een prachtig tracé zijn dat een echte navelstreng is tussen Bellum en Aalter en Aalter en Bellum. Gaat het nog klaar zijn voor de verkiezingen? Waarschijnlijk wel, maar het is niet omdat er verkiezingen zijn dat wij zaken vooruit of achteruit schuiven. We werken op lange termijn en diepgaand. Nog een vraag. De opwaardering van het kasteel van Poeken. Het is aangekondigd, maar de voorbije 5 jaar is daar weinig veranderd. De staat van het gebouw gaat er niet op vooruit. Wat gaan jullie daarmee doen? Wel, het kasteel van Poeken is eigenlijk al een hele lange tijd eigenaar van het gemeentebestuur. Dat was de eerste politieke actie van de eerste fusiegemeente Aalter op 1 januari 1977. Het is een kasteel en een domein. Het is ook geclasseerd. Dat wil dus zeggen dat voor iedere maatregel die we doen, we een dossier moeten indienen. Er is al heel veel gebeurd aan het kasteel. De nutsvoorzieningen zijn er gebeurd. Het is brandveilig gemaakt. De slotgracht is gesaneerd geworden. En we willen het vooral in de eerste plaats ter beschikking stellen aan de inwoners van onze gemeente, indien er andere opties zouden zijn. Het is maar 1 pennetrek en het kasteel is verkocht, maar dat willen we niet. En wat gaat er dan in gebeuren? Wel hetzelfde wat er nu gebeurt. Dus het is ter beschikking gratis van onze vereniging. Er zijn exposities, er zijn activiteiten in het park, er zijn culturele activiteiten. Laatst op zondag was er nog een grote ontvangst van het middenstandsgebeuren van Lotenhulle en Poeken. Dus het kasteel wordt goed benut. Het wordt gebruikt, maar mensen zeggen toch, daar kan toch veel meer mee gebeuren dan wat er nu mee gebeurt vandaag. Wel, alle suggesties zijn welkom. Oké, heeft u zelf een suggestie, dan zou ik zeggen, noteer ze hier op onze Facebook-post, dan kunnen we ze meteen doorgeven aan meneer Hoste en meneer De Krem. Meneer De Krem, ik heb u daarnet al met uw gsm, met uw smartphone in de weer gezien. U bent een burgemeester die veel op het internet actief is, ja. Sociale media. Ja, met Twitter, met de account en ook met Instagram. Ik vind dat de sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven, maar ook niet uit de politiek. We zijn eigenlijk, we doen een beetje concurrentie aan de traditionele nieuwsgaring. Je kan kort op de bal spelen en heel veel mensen bereiken. En ik vind dit een interessant medium. Oké, ik ga je nog uitnodigen om een bal uit onze ballenvaas te nemen. U mag kiezen wie van de twee het doet. Alsjeblieft, Patrick. De moeilijke vragen zijn voor hem. Nee, ik weet niet. Er zitten vragen in. Ja, ik ga ze zelf voorlezen. Ja. Oei. Dank u. Ik weet niet of u kinderen heeft. Ja. Ja, zou u graag hebben. Grootvader. Grootvader. Zou u graag hebben dat uw kinderen ook in de politiek stappen? Oh nee, ik denk kinderen moeten sowieso, iedereen zoekt zijn eigen weg. Dat hebben we al zelf ook gedaan. Dus dat doen ze vandaag. Vandaag politiek zit er niet in, denk ik. Maar ik was het ook nooit van plan vroeger. En dat is dan ineens door iemand als de Krem, dat ik een paar gemeenten iemand is het natuurlijk ook vragen. Op het foute pad gekomen. Ja. Wat doet u het liefst, zwemmen of zonnebaden? Ah, zwemmen. Zonnebaden, lang stil liggen, dat is niet aan mij besteed. Nee, zwemmen dan in dat zwembad in Aalter? Pardon? In het zwembad van Aalter? Heb ik nog niet veel gezwommen. Ik ben niet echt sportief, maar eerder passief sportief. Ik zie graag sporten. Ik kan er uren naar kijken en ik word er niet moe van. Nog een vraag. Eet u gezond? Wat eet u als ontbijt? Heeft u al iets gegeten? Ik probeer zo gezond mogelijk te eten. Ben ik daar echt een voorbeeld van? Nee. Maar ik probeer er toch wel op te letten, zodanig dat gezondheid is bijzonder belangrijk. Ik ben ook al 60 geweest vorig jaar. Dus je moet er iets meer gaan opletten en iets meer zorg dragen voor uw lichaam. Want het is ons lichaam dat ons draagt. Oké, dankjewel. Ik ga jullie nog uitnodigen om even te gaan kijken bij onze karikaturist. Ik weet niet of het voor jou, Mark, makkelijk ging om de twee heren te tekenen. Heb je nu extra snel moeten werken? Het was iets sneller natuurlijk, hè. Dus ik heb even moeten doordoen.
twee op de tijd van één, maar geen probleem. Maar ze hebben alle twee een grote neus, dat maakt het iets makkelijker. Ja, maar het zijn twee totaal verschillende neuzen. Maar de neuzen staan altijd in dezelfde richting. Dus. De neuzen staan in dezelfde richting. En de ene is een stuk langer, toch, moet ik zeggen, dan de andere. Ga maar gerust eens kijken. Dank je wel. Ja. Dat is nog iets anders. Ja, het is schitterend. Ja, heel goed gedaan. Dank je wel. Mooi gedaan, het is echt levensecht. Ja. Goed, goed, goed. Voilà, één van de vele. Ze zijn allemaal goed herkenbaar. Hè? Ik ken onze collega's van Sint-Niklaas, collega van Nevelen, collega